Hey, mijn naam is Steven Brunswijk. In mijn podcast gaan we het hebben over de vrijheid van de grap. Wat kan nog wel gezegd worden en wat kan er niet meer gezegd worden? En als het niet gezegd kan worden, waarom niet dan? Dit alles ga ik bespreken met de allergrappigste mensen van Nederland. Ja, de allergrappigste meisje van Nederland. En Nabil. Maar Nabil, ik heb altijd moeite met jouw achternaam. We kennen elkaar al zo lang. Ik kan steeds je achternaam niet uitspreken, maar ik ben niet de enige. Nee, fucking. Iedere keer, joh. Even kijken, eergisteren of zo zag ik in een Volkskrant staan. Want we hebben net een film gedraaid en de première is geweest. En dan staat er letterlijk bij de introductie staat Nabil Alad Ayad. En dan eindigen ze met Nabil Alad Ayad. Dat het slaat helemaal nergens op. Gewoon in één artikel dat je denkt: hoe doen jullie dat? Maar je achternaam, die spreek je uit als? Oulat ayat. Oulat Ayad. Ayad. Ja, en op zijn Arabisch Oulat Ayad. Oulat Ayad. Ja, nee, niet zo doen. Steven. Het is niet oké. Okay. Ik, ik maak jouw naam ook niet belachelijk. Nee, nee, maar het is Oulat Ayad. Dat zit ja. Zit erin, nee. weet je wel? Ja. Die A. Ja, dit, ja, dit altijd. <laughs> Alsof je aan het uh, deep throat bent. <laughs> Jezus. Oké, okay, dit is de line. We have a line. We have a line. Nee, ja, maar dat ik vind ik het... niet erg. Maar het is nee, ouderij. Maar... En wat ik zo grappig vind, is mensen kunnen het niet uitspreken en dan zou je denken, oké, okay, maar dat is geen probleem. Maar de duurste wijnen met de, met de Franse namen met hekjes en shit spreken ze perfect uit. Ja. Geef je je een voorbeeld. Ja, weet ik veel. Ik ben niet zo goed in wijnen. Jij? Nee, ik ken nog geen dure wijn. Ik drink ook geen wijn. Nee, jij drinkt kanai. Ken je die nee. nog, in die pakjes bij de Aldi? Kan nee, ik drink je alcohol, nee. En dan een park hangen, toch? Wij gaan we, we go way back. Ja. Wouw, wijk, like, um, power to move. Hoe heet die, uh, dat mini-festivalletje? Power to move, maar ik ken jou van Maasaf de heel keel. En ik zeg het tegen iedereen, ik zal het nooit vergeten. Er was een rap battle tussen jou en een keel. Die keel, die was bezig allemaal met rijmschema's. Jij was hem lichtelijk aan het bedreigen, man. Ik was hem aan het bedreigen, ja, Jij zei dat je zijn moeder zou neuken. Het ging echt... Dat zei ik helemaal niet. Jawel. Zeg ik dat? Ik maak je kapot. En je weet, Tilburg, die hypen elkaar. Dus iedereen bij jou... oh, Terwijl die gasten hadden allemaal skills. Maar iedereen had iets van... Fuck him. Ja, ja, ja. Ik had wel veel matties meegenomen. Dat weet ik nog ja, wel. Ja, man. Maar dus Jij dat... gaat way back, man. Maar hoe ben jij die comedy uh, live ingerold eigenlijk? Ik was... Ja, want je, je kent me toen nog als beatboxer, toch? Klopt. En toen... Ik ben eigenlijk van Waalwijk naar Amsterdam verhuisd. En ik ben daar gewoon heel veel gaan optreden. En uh, open mics gaan pakken. Weet je wel? Echt ja. uh, als beatboxer. En toen ben ik benaderd door een theatergezelschap is en toen ik daar zat ja ik wilde al heel lang comedy doen ja. en ik hoorde dus van een vrouw die daar werkte van luister je hebt in Amsterdam heb je Toemler en het is gewoon letterlijk, het is gewoon een comedy club die zit onder het Hilton hotel en daar kun je gewoon grappen uitproberen ik zo serieus Ze zo ja zegt sterker nog Hans Theo zitten Theo Maas en Najib weet ik veel wie allemaal ik zo nee joh. dus ik heb me daar ingeschreven voorbereid echt allemaal bullshit dingen maar wat ik zelf heel grappig vond weet ja. je over aftrekken en weet ik veel wat en ik speelde daar de eerste keer. Ik weet nog goed, het was echt winter, er lag overal sneeuw. En ik deed mijn ding en het ging zo goed. Ik schrok er zelf ook van: ja. van wat? En ik voelde, ik voelde zoveel energie dat de tweede keer dat ik ging, kwam ik samen met dingen op toch. Een beetje, ja, ja, ja. Ah, dat doe ik wel even. Nou, ik ging dood. <laughs> en doodgaan voor de mensen die niet weten binnen comedy betekent dat je dan heel slecht gaat. Ja, niemand lacht, speld. speelt. Het slaat gewoon helemaal dood. En ja. Ja, man, toen, vanaf dat moment, wist ik wel van dit zowel wel wat ik wil doen. En ik ben toen heel veel gaan spelen. Gaaf, man. Ja. ja. Gaaf. Heb je gemerkt dat het comedylandschap een beetje veranderd is? Uh, nee, ik, ik vind, en vooral in Nederland, dat vind ik wel heel fijn. In Nederland kunnen we echt wel zeggen wat we denken. Alleen, uh, want ja, je kan overal grap over maken. In het begin hoorde ik ook zoiets zeggen van waar kun je nou wel of geen grap over maken. In principe gewoon nog steeds alles. Alleen mm. nu merken we wel dat er meerdere consequenties aan verbonden zijn. Dus yeah. je ziet die hele ja, cultuur die, de, die zich er dan mee gaat bemoeien. Dat yeah. vind ik altijd zo hypocriet. Omdat uh, nou, dat zijn mensen die gaan dus bemoeien met wat jij en ik maken over andere mensen. Terwijl... Uh, en ook wat er op tv komt, terwijl als je aan die kleine groep vraagt, van oké, dat en dat programma, nee, 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 ik heb geen tv. <laughs> ik kijk <kaak> geen tv, <laughs> toch? Dat soort tuig heeft nooit tv. Ja, dat klopt. Ken je dat? Hoe dan? Precies. En dat vind ik dus zo hypocriet. En dan denk ik, ja, maar ik ga ook niet naar een vegan junkfoodbar en zeggen, er moet hier vlees komen, toch? Je, je laat elkaar gewoon met rust. Ja. Ik doe mijn ding, jij doet jouw ding, klaar. Maar dat gezeik ook de hele tijd, weet je wel, om, 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 om hele kleine dingen. Dat, ja, ik vind dat gewoon jammer, weet je. Ik vind dat, dat, dat ze vooral moeten bezig zijn met de dingen die zij doen. Ja, ik maak het, ik maak het wel vaak mee, hoor. Ja, maar dat ik, nou, ik, had een, uh, ik heb zoveel grappen gemaakt die dan verkeerd vallen... En dan moet ik of excuses aanbieden, of het filmpje verwijderen. Ja, ik ding. zag dat laatst. Ik dacht, Steven. Bij ja, Dirksen. Ik snap het ergens ook wel. Je hebt natuurlijk heel veel verantwoordelijkheid nu ook. Ja. En uh, je hebt ook een koophuis. En, ja. maar Wat ja, heeft dat ermee te maken? <laughs> ja, nee, je hebt veel te verliezen, G. Ik niet. uw <laughs> bam. Nee, maar ik, uh, ja, maar ik dacht wel van, ik, ik, ik ken jou en jij zou dat nooit doen, zoiets. Maar toen, ik snap wel van, ja, dat heeft gewoon te maken met belangen. En jij wilde je ook natuurlijk op dat moment ook wel een beetje gaan distanciëren. van hé, hey, luister ik sta daar niet achter hè ik nee. bedoel ik zou kill, ik zou ook lachen hell fucking yeah maar de, wat ik niet snap is dat mensen boos worden oké okay, maar mensen niet snappen dat het is iemand ik lach vaak hè Het ja, is, is mijn werk I letterlijk comedy club ik hoor wel weet allemaal er we horen veel ergere dingen in de comedy club waar mensen heel hard om lachen dus ik, mijn eerste reactie, als ik in een comedyclub zit, ook al gaat het over Surinamers. Ik lig onder de bank. Ik Honderd. lig plat. Honderd. Ik lig eronder. Dus deze grap die kwam of verhaal, of het echt of nep is. Ik hoorde dat. En je hoort absurdisme. Er zijn genoeg komieken die absurdisme gebruiken Tuurlijk. in hun set. Dus ik hoorde absurdisme. En ik lag helemaal plat. Ik ga nog een grote nacht erachteraan. Hoe groot was de kaars? Ja. Dus later hoorde ik van, ja, kun je lachen om een uh, verkrachting? En ik denk, hè, maar... Wow, dude, ik denk dit is. Ik lach niet om die verkrachting. Ik lach om het feit dat ik met een tussenhaakjes-collega jokes ja. over en weer wissel. Dus mijn achtergrond is heel anders. Ja. Dus daar zag ik. Maar ik merk ook dat ik schrijf jokes en dan denk ik, ah, misschien moet ik deze eruit halen. Ik twijfel gewoon over mijn set vaak ook. Echt? Ja, man. Ik twijfel gewoon over mijn, uh, mijn set. Niet in het theater. Ja. Dat niet. Maar bijvoorbeeld in, in een comedyclub. Je weet ook, je gaat gewoon het podium op. Je hebt zoveel jokes en je gaat gewoon staan en je doet je ding. Um, maar als ik televisieoptredens heb, dan weet ik heel goed. Dan weet ik, nou, wat, wat moet ik wel zeggen? Wat moet ik ja. niet zeggen? Um, nu moet ik zelfs na gaan denken over waar ik op kan reageren of waar ik over moet lachen. Ja, maar dat moet je niet doen, G. Ja. Ik zeg je, want daar gaat comedy ook echt wel kapot omdat comedy, wat, wat, wat ik zo leuk vind aan comedy, is dat je kan lachen om elkaars tekortkomingen. En het maakt niet uit wat het is. Maar voor mij is comedy is altijd een soort. Van, het klinkt super cliché, maar een soort van. Uh, medicijn. Snap je? Ik heb heel veel dingen meegemaakt in mijn leven. Jij ook. Voor mij was dat de manier om daarmee te dealen. Snap ja. je? Waar de gemiddelde psycholoog zegt van nee, je gebruikt humor om weg te lopen van de realiteit. Bullshit. Ik gebruik het juist om de realiteit te omarmen, om te kunnen relativeren. Dus ja. als je jezelf daarin gaat beperken, dat ik. Het allerergste, allerergste wat ik vind is, je hebt nu comedians en dat noemen ze dan. zet ze dan in het hokje van uh, woke comedians. Maar dat is slecht. Nee. Oh, dat is, zo, dat is alsof je Marokkaanse thee drinkt met geen suiker of zo. Weet je wel? Dat je denkt: oké, okay, ik drink nu Marokkaanse thee, maar er zit geen suiker in. En je voelt dat gewoon. Terwijl Comedy gaat juist over grenzen opzoeken en kijken hoe je. Juist. Dat... Hem. En ik maak overal grappen over. Alleen wat bij mij wel, wat ik belangrijk vind. Hè? Ik vind je mag overal grappen over maken, Maar waar bij mij de kunst in zit, is dat je. Mensen wel aan het lachen kan maken. En als je het over gehandicapten hebt, dat je niet de gehandicapte als target neemt. Maar de, alles wat er omheen zit, snap je? Dat is het absurdisme. Ja, maar alles wat er omheen zit. Maar niet dat iemand geen benen heeft. Ja, dat is dat is in principe, ja, kan ook wel grappig zijn. Maar dat hoeft niet altijd ja. grappig te zijn, snap je? Wie had het erover? Ik kreeg gisteren een berichtje en. Uh... Die persoon die zei... ja, ik heb je podcast geluisterd... en ik vind het echt fantastisch... Uh, zonder dat de comedians echt kapot gaan. Aan het einde zei die persoon... die was ook een, gehandic, was een gehandicapte... en die zei dat... het uh, uh, ze had geen benen volgens mij... en die zat in een rolstoel. En toen vroeg uh, Ari die vroeg uh, aan die persoon... de voorste ja, ben je zo geboren? Toen zei die persoon... ja zei Arie nou, dat vind ik wel gek met rolstoel, maar zo uitgescheurd, waarschijnlijk. Is ja. ja, maar snap je? De, hij, die persoon lag helemaal krom. Precies. Fantastisch. En die kwam ja. achteraf, en ging naar Arie toe en uh, geweldig. En Arie zei: Ja, ik weet niet of ik het kon, maar ik denk: Ja, dat moet wel kunnen. Dus je ziet Arie, Arie had ook al zoiets van: Ik weet niet of ik het kon maken, maar ik voelde toch wel. Dat het komt. Ja, maar dat is zo leuk aan het vak, toch? Die spanning. Ja. Dat, en, en, en wat ik persoonlijk heel goed vind, is uh, als je soms spanning creëert, dat mensen denken: oeh, dat gaat daar naartoe. En dan kom je, bam, met iets totaal anders. Maar die ontlading is dan nog groter, snap je? Ik vind, dat, ik vind dat echt super belangrijk. En bij mij ook hoe racistischer, hoe beter. Uh, hoe homofober, hoe beter. Het maakt mij helemaal geen reet uit. Het gaat mij nooit namelijk over. Als ik grappen maak. In Amerika zeggen ze toch ook. Je only roast the one you love. Ja, klopt. Daarom zou ik nooit grappen maken over Belgen. Nee, maar dat merk ik niet. Maar in ieder geval. <laughs> nee, maar het is echt. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Oeh, België komt er nu aan. België. Ja, zeker, hè? Ik kom uit Haand. Nee, maar, uh, België, ik... die fuckt ons nam nou op. Nee, nee. Maar ik hou echt nogmaals. Het is, het, je maakt alleen maar grappen over de mensen waar je van houdt, snap je? Dus als ik grappen maak over homo's, over Marokkanen, over Joden of wie dan ook, Oké, okay, dat... maar ik heb heel veel vrienden, onder andere jou, Marokkanen, Turken, ja. Somaliërs, islam. Stel je voor dat er is een komiek en die klapt een grap over de islam. Ja, maar... dat ligt heel gevoelig. Ja, maar weet je wat ik zo grappig vind? Is mensen zeggen: Ja, je, je kan tegenwoordig helemaal geen, niet eens grappen maken over de islam. In de tussentijd miljoen grappen gemaakt over de islam. Weet je wel? Ik, ik weet niet, man. Ja. Ja. Eh, volgens mij zijn er heel veel andere bevolkingsgroepen waar je niet echt grappen over kan maken, nog, omdat dat heel gevoelig ligt. Maar ja. laten we eerlijk zijn, hoeveel grappen ken jij over de islam? Die zijn er toch niet normaal veel gewoon? Ik ken er eigenlijk niet zoveel. Nee? Nee. Ja, ik wel hoor. Ik ken er echt wel heel veel. En ik zie het ook bij heel veel collega's van mij, maar ik lig altijd dubbel, omdat ik voel. Je voelt, het het gaat nooit over de islam zelf. Het gaat vaak over hè, de mensen eromheen. Als je grappen maakt over ja, Ajax, dan ja. is het vaak om de hooligans, niet om de club zelf. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, ja. Ja, nu, nu, nu schiet er ineens een hoop naar binnen. Als jij zegt van het gaat eromheen. Ja. Ja, dan schiet er ineens en een ik, hoop naar ik binnen. Ik vind het echt, ik, ik lig altijd helemaal dubbel. En ik, vind, weet je wat ik ook vaak heel grappig vind? Als iemand een racistische grap maakt, die eigenlijk helemaal nergens op slaat. Maar omdat het zo cliché is en zo overgenomen van nu.nl... dan leg ik helemaal dubbel omdat ik het grappig vind... dat zo'n iemand heel slecht geïnformeerd is. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus maar... dat je echt speelt op cliché. Dat je denkt, oké, okay, Turk, uh, snor. Uh, Marokkaan, uh, stelen. Ik, ja, dat, ik, ik kan er soms ook wel echt op lachen, weet je. Jawel, maar soms is het wel makkelijk. Maar als je die grappen maakt, dan moet die wel goed zijn. hoor. Want als je een racistische grap maakt en hij is gewoon niet zo funny... Ja, nou, maar dan, dan, dat is net als voetbal... Soms scoor je en soms scoor je niet. Alleen binnen comedy, als je één keer niet goed hebt gescoord, dan krijg je in deze tijd krijg je meteen allemaal stront over je heen. Ja, maar hoe maak je het verschil, het onderscheid? Kijk, als je iemand zegt: uh, ik kan uh, niet tegen dit soort grappen, okay, dan kom je maar, niet langs. Dan kom je niet langs. Maar ik bedoel meer waar, waar uh, niet zozeer de grens trekken, maar ik bedoel meer te zeggen: hoe voel je het het beste aan door. Tegen uh, een publiek te zeggen, ja, deze kant, uh, ik, wil, ik had eigenlijk een grap. Die grap wil ik eigenlijk niet maken. Dus uh, veel comedians, die schrijven het daaronder. Ik heb een grap, die wil ik liever niet maken, weet je. Ja, iedereen dat zegt, dat ja, ja, doe maar, maar, ja, doe maar, ja, doe maar. Tuurlijk begint hij zo. En zo heb ik zelf ook wel jokes, waarvan ik denk van, meh. Niet doen, man. Nee. Niet tegenhouden. Als jij ja, een grap maar... leuk vindt, dan moet jij er volledig achter. Patrice Neal zegt ook, want volgens mij is het, is, het, is het probleem bij heel veel comedians dat ze iedereen willen vermaken. Maar één, dat gaat je nooit lukken. Nee, dat klopt. En twee, dat, dat moet ook je streven. Die zijn. Patrice Neal zei ook: beste comedy is als de helft van je houdt en de andere helft is horrified. De andere helft wil je gewoon bijna dood hebben. Ik heb één eh, verhaal. Volgens mij had ik hem tegen Jay, of ik. Nee, volgens mij had ik hem niet in de podcast verteld. En dan heb ik hem. Uh... Na de podcast, na de opnames, heb ik gezegd van... Ja, dit was hem. Heb ik hem gewoon niet in de podcast geplaatst. Omdat ik zoiets heb van... Ja, dan krijg ik weer dingen over me heen. Maar het is niet dat ik de joke vertel. Ik zeg wat ik eruit heb gehaald om. De joke was... Um, stel je voor, het leven is een balans. En um, je moet niet te hard lachen. Of je moet niet reageren. Hè? Stel je voor, het leven is... Dit is een uitleg. Het leven is een balans. Ja. En... Um, aan de ene kant van de balans, in één bakje doe je al het initiatief wat een man moet nemen om een vrouw het hof te maken. Ja. De, 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 al, hoeveel jaar ben je seksueel actief, vraag je dan in de zaal, meneer? Ik ben 30 jaar seksueel actief. 30 jaar, 30 jaar initiatieven om een vrouw in het bed te krijgen. Dat is, dat is een zwaar bakje. Aan de andere kant van de, de, de balans stop je. Eén verkrachting van een vrouw. Nou, dat bakje dondert gelijk naar beneden natuurlijk. Althans, niet helemaal. Het bakje zal net boven de grond zweven. Want ook bij een verkrachting moet een man weer het initiatief nemen. <laughs> ja, maar... <laughs> Nabil, come on, man. Come on. Ja, maar luister. Het, wat is... Is... Ik, 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 het is toch het is... niet omdat jij die grap hebt gemaakt... dat je eigenlijk zegt van verkrachting is goed. Je bent gewoon vragen aan het stellen. Dat doet elke, elke filosoof. Chris Wack zegt ook, eigenlijk bestaan ja. filosofen niet meer. Uh, de enige filosofen die er nog rondlopen, dat zijn comedians. Ja. Want de gemiddelde filosofie had alles van Plato, Socrates, snap je? Terwijl wij, wij proberen toch op een hele andere manier naar, naar, naar het leven te kijken. Naar de maatschappij, vanuit meerdere perspectieven. Dus als jij jezelf daarin beperkt, wat broer, dan moet je moppen gaan schrijven, man. Ja, dat is waar. Maar kijk jij ook naar je omgeving? Want ik kijk dan drie kinderen, vrouw, eh, gewoon, Maat, eh, ik Ik heb scheid. Ik heb soms zie ik Echt kinderen op de eerste rij... Maakt mij niet uit, man. Dan ga ik wel met ze praten of zo. Nee, maar ik bedoel meer jouw eigen omgeving. Je hebt dan geen kinderen, maar je eigen omgeving. Dat je. Hè, um, ik hou. Ik denk dan dat ik. Als ik naar mijn kinderen kijk van. Ho, die oudste die uh, heeft nou een afschermd account op Instagram. En. Uh, ja. Weet je, die gaat dan bij mij kijken en zo. Um, want ik merkte bij Johan Derks heel goed: er kwamen gewoon boze vrouwen. Die reageerden. Daarom moest ik de reacties uitzetten. Die reageerden onder mijn filmpjes. En die begonnen daar te schelden. Dus als die oudste van mij. Komt ook le le kom ja. lezen en die dan leest van ja, hoe zou jij het vinden als je dochter? Dus dan doe je eigenlijk hetzelfde als wat ik doe, maar ik ben een komiek en ik heb die intentie niet om mensen te kwetsen. Snap je? Ja, en dat vind ik, dat vind ik een mooie eigenschap. Alleen ik denk dat er twee verschillende Stevens zijn. Weet je, de huisvader en de entertainer. Klopt helemaal. Maar de entertainer hoeft toch niet de huisvader te zijn? Nee. Je denkt als een huisvader van ja, maar dit en dat, kill. Dit is gewoon. Quentin Tarantino, hoeveel shit heeft hij over zich heen gekregen met de film uh, Weet Ik Veel Wat? Waarin er uh, uh, zoveel keer uh, fuck werd gezegd en nigger en weet ik veel wat allemaal. Ja. Klopt, dat, ja. Dat, is, dat is de prijs die betaalt, maar dat is ook, dat, dat, ja, zo maak je ook kunst, snap je? En alleen het probleem nu is, kijk, als jij eraan gaat toegeven, hebben ze gewonnen. Dan hebben ze gewonnen, ja. Nou, ik wil niet Mijn moeder, ik... mijn moeder is, 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 uh, is gelovig. Mijn moeder wil het liefst ook dat op tv minder uh, naakt is en minder getongd. Denk je dat ze hun gaat proberen te cancelen? Nee, ze heeft zoiets van: ik ze heb wel weg. Ja. Alleen het probleem bij hun is, zij willen jou gewoon cancelen en weghalen, terwijl. Maar dan houdt het probleem, dan haalt hun probleem niet weg. Dan komt er weer iemand anders die het dan doet. En het is niet dat jij dat jij dit uit je duim aan het zuigen bent. Dat dit gewoon zomaar out of the blue komt. Dit is gewoon fucking de realiteit. Er gebeuren nog steeds verkrachtingen. Er is nog steeds ongelijkheid tussen vrouw en man, uh, uh, zwart en wit. Noemen op wat. Maar ook wat ook interessant is, is dus ook om te kijken. Maar wacht eens even, er wordt wel over racisme gepraat. Maar hoe racistisch zijn Surinamers eigenlijk? En Marokkanen. Daar heb ik een hele joke over. Ik Surinamers ook. zijn verschrikkelijk racistisch. Precies. Maar dat is dus op, Maar als je dit niet zou benoemen, dan zou iedereen denken: oké, okay, dus hij heeft het alleen maar. Hij zou alleen maar de, 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 de blanke, blanke persoon aan het kapot maken. Terwijl Comedy zocht juist voor dit. Zeg, wacht eens even, jongens. Maar. Ik kan wel allemaal meepraten met de media, maar dit is wat er ook gebeurt. Dus eigenlijk ja. zijn we allemaal racist. En volgens mij dat heeft denk het, ik wel. is een menselijke eigenschap. Want je, je neigt toch om hè, jezelf aan te trekken naar iemand die op je lijkt. Ja, dat is een klopt. menselijke eigenschap. Dat Is dat meer dan normaal? Dat mensen zo. Uh, dat iedereen. Ja, iedereen is wel een beetje racistisch. Het is niet altijd. Als, als, je, als je wordt afgewezen bij een baan, dan heeft het niet altijd per se te maken met dat die mensen gewoon echt gewoon, weet ik veel, een uh, natie zijn of uh, wat dan. Vaak denken ze toch, ja, vooral bij Marokkanen, als je kijkt op televisie, ja, je ziet alleen maar negatieve shit, waardoor zo'n werkgever dan ook misschien denkt, ja, kut. Ik wil wel uh, kiezen voor het zekere, voor het onzekere. Ik wil toch iemand die op mij lijkt, wat ook weer kut is, want dan denk ik aan de andere kant ook van ja, maar wacht eens even. Er wordt ook weer gezegd dat uh, heel veel Marokkanen de criminaliteit ingaan en veel werkloosheid, maar ja, dat komt ook weer omdat ze weer worden uh, afgewezen. Vaak. Ja, dus het cirkeltje. Het ja, het is zo'n cirkel. cirkel. Maar als je er niet over gaat praten. En als je het beestje niet bij de naam noemt. Gaat er nooit een oplossing komen. En daarom is comedy zo leuk. Maar het vak, ik vind het vak prachtig. Ik zal ik mezelf niet. Uh, kijk, alles wat in het theater gebeurt. Dat blijft ook in het theater, dat heb ik Rui ook horen zeggen. En toen vond ik het wel fijn om bevestigd te krijgen dat hij zegt: Alles wat ik hier zeg, daar sta ik 100% achter. En dat ben ik ook. Ja. Je koopt een kaartje voor Steven Brunswijk. Ja. Je koopt geen kaartje omdat jij. een Steven... grap hebt over iets. Nee, je koopt een kaartje voor mij. Voor jou. Dus dan weet je ook hoe ik ben. Maar nu kopen zij een kaartje voor half Steven, half Woke. Dat nee, is het. in het theater ben ik niet half vogel, man. Oké, okay, maar in ieder geval wat ik er probeer te vertellen is, ben daar niet mee bezig, man. Ja, Echt. Dat is een hele goede, Ga ja. er niet op letten, want eigenlijk zeg je dan ook dat al die andere grappen die je had gemaakt, dat de intentie daar ook gewoon dat dat gewoon gemeente was van ja, jij bent inderdaad voor verkrachting. Terwijl als je gewoon zegt, luister. Ik, ik maar begrijpen ik... mensen dat ook? Dat maar dan hoeven vraag. ze niet te begrijpen. We hebben nou eenmaal te maken met Mogolen. Dat is gewoon zo. <laughs> ja, nee, maar je hebt gewoon mensen die gewoon wat mee ontwikkeld zijn. En je hebt randenbielen. Dat heb je overal. Dat zie je altijd ook. Volgens mij is het ook altijd hoe meer je naar het zuiden gaat. <laughs> dat is zo Amerika ook. Ga je naar het zuiden, rednecks. Ga je weer naar het noorden. Wauw. Ja. Wow. Beledig je nou mijn Brabant? Hé, hey, ik kom ook uit Brabant. Jongen, ja, maar maar ik, ik heb het en... niet over Brabant. Nee? Oh, je hebt over Limburg, oh. ik heb toen Limburg. ja. Oh. nee, maar die mensen zijn niet zo dom, joh. Weet je, je moet gewoon. Volgens mij heeft alles ook als combinatie te maken met acceptatie. Weet je, niet iedereen willen pleasen, want dat gaat je niet lukken. Nee, dat is Maar het zit ook in mijn karakter om uh, bruggen te bouwen. Ja, het uh, zit wel in mijn karakter. Hoor. En je bent, Alleen... je bent ook een slimme gast. Ik bedoel, ik ken, ik ken jou al heel lang. Ik moet je wel eerlijk zeggen, toen ik, toen ik voor het eerst zag dat je toen als een soort van typetje door het leven ging als brabo neechte dacht ik wel ja doe het dat nou, heb je niet je nodig niet. nee zo nee. ben jij gewoon niet snap je nou ik ben wel zo alleen ik heb het naam niet nodig bedoel nee ik. precies ja want anders word je een soort van uh, typetje van jezelf ja terwijl ik altijd zo ben geweest met lachen gieren brabo I know I ja, know jij klopt. bent ook zo brabos als een pest ik bedoel uh... de is waar de is waar ik ben zo brabos als een pest ja maar ik ben ook behoorlijk Surinaams. Ik heb heel veel ja. Surinaamse vrienden. Dus um, voor mij... Ik, ik heb heel die discussie niet meegekregen omtrent mij daar in de Randstad. Want ik woon, ik, ik ga alleen met Surinamers om. Ja. Maar die zien hoe ik natuurlijk Surinaams ben. Als die telefoon uit die camera uitgaat... Ja, dan spreek ik vloeiend Surinaams. Maar ja. hun dacht, sommige mensen dachten dacht dat ik geadopteerd was. Hè? Ja, ja. Uit de Congo of zo. Ja. <laughs> Je hebt echt zo Congo gelezen, die geadopteerd is. Geadopteerd? Ja, ja, maar dat krijg En weet je wat ook wel een beetje wrang is? Daarom heb ik ook altijd het gevoel dat ik overal wel tussenin sta. Maar dat vind ik alleen maar chill. Vroeger, vroeger vond ik dat natuurlijk niet leuk. Omdat je wil ergens bij hoor. Maar later denk je: nee man, dit is, hè, dit is waar, waarom ik ben wie ik nu ben. Maar dat je toch het gevoel hebt. Dus als jij grappen maakt over blakkas. Dan wordt het toch door hun weer gezien. Alsof je dan een kant al hebt gekozen. Terwijl je kiest geen kant. Nee. Je brengt gewoon humor. Je brengt die... gewoon humor. En je, bent, je bent Surinaams als een motherfucker. Je bent zo Nederlands als een motherfucker. Dus... Alsof het niet samen kan. Alsof dat... het niet samen kan. Theo Maassen zei het ook in zijn laatste show. Van waarom hebben we heb altijd het gevoel dat het zwart is versus wit? Met schaken, weet je. Dat hoeft toch niet. Je kan toch ook gewoon samen, weet je wel. Tussenin staan en het is er, dat, is het ook, maar je hebt te maken met zoveel meningen en die meningen, dat zijn ook weer verschillende karakters die ook weer te maken hebben met een bepaalde jeugd waar jij niks van af weet, snap je? Zij snappen jouw context niet, jij snapt hun context niet waarom ze schelden, want het gaat altijd over hun. Hè? Maar het is ook niet mijn publiek, denk ik. Die mensen, nee. die, die, dat, dat is niet mijn publiek en het hoeft ook niet. Hoeven, niet, hoeven niet mijn mensen te zijn. Luister, die laatste special van Ricky Gervais heeft zoveel shit over zich heen gekapt. Weet je hoe fucking grappig die is, die special, ja. Ik, en ik, ik zou ook maar... eerlijk toegeven als ik zeg: Nee, nu is hij expres tegen schenen aan het schoppen. Totaal niet. Het is zo grappig en je voelt aan alles. Hij is geen racist, hij is geen transfoob, homofoob, niks. Hij is gewoon grappen aan het maken. En um, weet je nog um, een van de laatste shows van Dave Chappelle ja. dat bij RT Boulevard? Besproken werd dat hij uh, grappen maakte over help even de transgender gemeenschap voor ja. mij. Ik denk, maar zo betuttelend in, het land, in dit land leven we dus. Hè. Die man zit aan de andere kant van de wereld. Ja. Maakt een special daar. En hier is een, een, een klein programma, in Nederland bekend. Wat dan ja. gaat praten over Dave Chappelle. Over of het wel of niet kan. Hoe de fuck, fuck zijn wij om daarover te gaan oordelen? Terwijl. Dan dacht je wel helemaal zoiets van... Get the fuck out of here, ja. man. Boulevard? Wie, wie is boulevard? Maar het is zo gek, hè, dat dit land ook geneigd is... om andere landen neer te halen als het gaat om persvrijheid. Als het gaat om hè, jezelf kunnen uitspreken. Maar in de tussentijd gebeurt het hier, mag het hier ook bijna niet, snap je? Ik bedoel, er is vrijheid van meningsuiting... maar het lijkt net alsof dat gewoon wordt gebruikt... zodat mensen denken, oh ja, het is er, dus ja... En klaar. Snap je? Nu kunnen we elkaar ja. schouderkloppen geven. Terwijl als je echt kijkt van... Is dat echt zo? Nee. Ook op televisie, man. Het is, het is zo eenzijdig. Vroeger had je... Als je naar tv keek... Dan had je iemand die zat daar... Die links was, rechts. En die had een debat. En het was oké. Okay, er werd gerookt. Klaar. Maar nu... Ja, je ziet gewoon duidelijk, bij NPO ook, er is gewoon een bepaalde gedachtegoed. En dat als je daar niet in meegaat, ja, dan hoor je er gewoon niet bij. Waardoor je allemaal clubjes krijgt. En dat vind ik jammer man. Het is jammer. Ik ken het tv-landschap natuurlijk. Maar wat ik, wat ik heel goed merk, is dat. Uh, daarom heb ik laatst een evenement georganiseerd. Het um, even, was een evenement en er kwamen heel veel Surinaamse vrienden van mij, er kwamen oud profvoetballers uh, Grote namen kwamen er. Maar dat deed ik omdat ik een beetje merk in tv-landschap dat je ik kom uit Brabant uit het zuiden donkerjongen uit Brabant dat je um, veel minder snel uitgenodigd wordt ergens voor ik word wel uitgenodigd bij tv-shows maar het is altijd te gast ergens maar om nou hier uh, Nabil heb je eigen show jongen go het zijn er maar ja. het lijkt alsof het soms uh, oké okay, dit jaar nemen we Nabil ja en Steven ja Alsof dat, alsof het afgesproken is. Snap je een wat ik wil zeggen? Ja, nee, ik heb uh, ik heb precies hetzelfde meegemaakt. En uh, dat je ook denkt van want eigenlijk voor jouw show wilden ze eigenlijk met mij een eigen show geven. Jou ah. toen dat ding met camping. Ik, ik zou dus een eigen show krijgen, omdat uh, kortom, uh, 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 Jan Dino en Jurgen waren weg. Dus ik snapte, oké, okay, er is een allochtone quote. <laughs> Daar hebben ze iemand voor nodig. Maar ik zei, dat is niet erg, hè. Ik zei, ik zei het ook gewoon tegen ze. Ik weet wat hier aan de hand is. Ik vind het niet erg. Maar zolang ik wel kan doen wat ik wil. Ja, zeker. Geen probleem. Nou, ik op een gegeven moment een dingen maken. Een pilot. Ik kwam met shit. Zij zei, ja, nee. Dat vonden ze dan zogenaamd niet leuk. En te grof. Ik zei, hè, maar hoezo dat dan? Ja, dit en dat. Terwijl ik denk, oké, okay, sowieso, je hebt Roenfunk, je hebt nog andere gasten. Wat is hier dan? Dit is toch gewoon hetzelfde? En vervolgens kwamen ze met een soort van tegenbod. Nou, toen wist ik precies wat er aan de hand was. Het was nog net niet. Ik had dan. Mijn studio zou dan een shisha-lounge zijn. Daar zou ik dan gasten ontvangen. Het was nog net niet dat ik dan met een kameel binnenkwam. Zo, hallo iedereen. Het was echt. Oh, toen zei ik maar van. Dat nee. is een comedy, hè? Ja. Maar toen zei ik ook, nee, dat gaan we niet doen. Want jullie zoeken zogenaamd iemand die uh, zorgt voor verbinding. Dat doe ik in mijn fucking show. Iedereen zit daar. En dat maakt niet uit. Waarom? Omdat ik vertel wie ik echt ben. Weet je, ik heb verteld over dat ik grabber ben geweest. skater. Over de dingen die ik meemaak. Over gewoon mensen kunnen zich met mij identificeren. Maar vervolgens ga ik dus een talkshow krijgen over een show waarbij ik. Super cliché, in een shisha lounge, mensen uitnodig en wat dan? Dus toen was ik klaar met het, zei ik, nee, dat gaan we niet doen. Maar man. dat vinden ze dus humor, dat vinden ze leuk. Niet alleen strafelijk. humor, ze doen alsof ze uh, 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 willen verbinden, maar tegelijkertijd zoeken ze... Uh, dan denken ze, oké, okay, we moeten Steven, oké, okay, dan moeten we hem zo, zo, zo Surinaams oh, mogelijk hoor. maken. Het Is wel tof dat je dat zegt? Er was in de Surinaamse gemeenschap, was er een hele discussie gaande. Nou, discussie, er ging iets in de ronde. Um, hoe weet die gast die het Songfestival gewonnen had? Die, uh, uh, die Duncan. Duncan Lawrence, die had het Songfestival gewonnen. En toen uh, zei een zogenaamde uh, maat van mij, die zei, uh, die zei nog... Let op, na deze gewonnen, komt er een buitenlander. daar zei hij nog, hè? Daar komt er nog een buitenlander. Hij zei, waarom komt er nou een buitenlander? Je kunt toch niet meer winnen. Je kunt het hoogste net zo goed doen, maar die kans is vrij klein. Dus ja. nou zullen ze een buitenlander aanstaan En potverdomme! Toen kwamen ze met... Uh... Wat was het ook alweer? In een kom broccoli. Ja, broccoli. broccoli. Wauw. Wow. <laughs> werd hij daar nog even gesloopt? Ik denk, zo. Ja. Zo laag. Ja. Ja. Ik was heel trots natuurlijk. Ik vond het super tof. Maar de timing ja. vond ik iets te perfect, man. En ik, vind ook, ik, ik ben voor diversiteit. Maar wel op basis van kwaliteit, man. Ik ben een beetje klaar met dat je nu in één keer random gewoon een Marokkaan of Surinamer of wie dan ook ziet. Of weet ik veel, zo'n woke meisje. Of, eh. Terwijl ik denk, nou, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar wel op basis van kwaliteit, alsjeblieft. Snap je? Ik vind dat iedereen gelijke kansen moet hebben, maar wel de best win. Snap je? Het gaat niet om kleur. Als je gewoon heel erg goed bent, en zo is het in comedy landschap ook. Als je ja. de beste bent, of als je heel goed bent, dan moet je gewoon spelen. Dan precies. krijg je je speeltijd. Ben je precies. niet goed, dan mag het ook gewoon gezegd worden. Niet omdat je Marokkaan, Turk nee. of wat je groen geel bent. Nee, de beste spelen. Is nee. bij een voetbalelftal toch ook? Ja, precies. Niet op kleurboeken. Snap je? En dat zie je in theaters ook wel. Dat dat ook wel gebeurt. Dat ze op kleurboeken. Dus dat ze dan zeggen: ja, we slaan Nabil even dit jaar over, want we hebben Anwar en Najib." Ja, die shit gebeurt gewoon. Is toch eigenlijk erg, hè? Het is, het is ja, ik wil niet zeggen ja, erg, erg, maar ik denk wel van het hoeft niet zo te zijn. Kijk gewoon naar wat ik doe en boek me op basis daarvan. En niet denken, volgend jaar doen we die Turk weer, weet je wel. Ja, kom op man, in wat voor tijd leven we dan? Want als ze bijvoorbeeld zouden zeggen: Ja, um, Joep van het Hek die wil daar elk jaar spelen, dan gaat Joep van het Hek daar elk jaar spelen natuurlijk ja, En Joep van het Hek, Gro grote naam. Ik wil mezelf niet naast Joep van het Hek zetten, maar ik zet Najib er zeker wel naast. Tuurlijk, absoluut. N N Najib, zeker. Maar Najib kan best wel eens een jaartje overslaan. Nog steeds. Ja, dat, dat weet ik niet. Najib is wel iemand die, die heeft wel echt zijn meters gemaakt. en heeft wel, wel een strepen naam. verdiend. Ja, ja, die heeft absoluut zijn strepen verdiend. Dus als hij nu gaat bellen, ik heb het toe, dan boeken ze dat. Maar het gaat puur omdat ze weten die zalen gaan uitverkocht uh, raken. Oh, dus, dat is de reden. Want, ja, tuurlijk. Ze hebben geen principes. Ze hebben ook een keer tegen mij gezegd: van ja, we weten dit niet, we moeten eens kijken wat hij doet. Maar dan zie je dat Roy Donner ze wel staat. Snap <laughs> je wat ik bedoel? Roy. Roy, een fucking Donder. En die heeft Roy. het ook nog eens gecanceld daarna, omdat hij er niet klaar voor was, weet je. Roy is lief, Roy is een goede gast. Zeker, ja, maar dat, dat, het, het, nogmaals, dit is dus geen aanval op. Ro Kijk, en de gemiddelde persoon, <laughs> ja, 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 die dus ja. niet snapt, die dan zeggen: ja, maar waar heb je dan tegen Roy? Hoor je niet wat ik zeg? Dat is precies hoe, hoe dat ook in comedy gaat. Jij maakt een grapje over rape. En meteen, ja... De, ik zal niet versteld staan dat bij de eerstvolgende interview... dat er dan onder staat uh, 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 dingen. Iets over verkrachten of zo. Ja. Weet je Dat ja. je, dat je uh, supporter van verkrachting. Ik kan me nog goed herinneren dat ik gebeld werd door iemand van het AD. Want uh, er was heel veel ophef over... omdat de Efteling beelden wilde veranderen in... Uh, ja. uh, uh, hoe, heet, hoe heet dat? Misha Kandibal. Ja, ja. En het wat, wordt nu in één keer Simbad. Nu, het is Simbad in één toch? Het is Het is uh, gewoon een Arabier. Ze hebben po het poppetje weggehaald wat een botje door zijn neus had. Toen zei ik tegen die verslaggever, ik zeg, uh, ja, um, ja, mij maakt het niet zoveel uit. Je moet betalen om het te zien, dus mij boeit het niet. Ik zeg, maar ik ga er wel eens met mijn kinderen in, maar ik snap wel de opwerf. Oh ja, oh ja, en ik hoorde het een al. Hè? Hij zei, oh ja, hoezo dan? Is het is toch maar een poppetje. Ik zeg, luister, Afrika... Het Afrikaanse continent telt 1,3 miljard inwoners. Als jij op zoek moet gaan naar iemand met een botje door zijn neus... Ja. je kan op elk willekeurig vliegveld gaan landen... van Kaapstad, Johannesburg <laughs> tot aan Rabat, Casablanca. Ja, je gaat hem niet vinden. Je gaat hem niet vinden. Nee. Het is misschien nog geen, nog geen 0,0001% die dat doet. Ik ga toch ook niet op Schiphol landen en op zoek naar iemand met klompen. Dan ga ik toch op fucking lang zoeken, of ja, niet? Ja, het is inderdaad. Het is gewoon een, een, een clichébeeld. Maar ook een fantasie. He? En mensen die werden boos op mij hè. Mensen zeiden ja, zo dat is gewoon cultuur zo zien die mensen toch uit. Maar dan ben je toch achterlijk. Ja. Als, je, als je echt serieus denkt dat Afrikaanse mensen een botje door zijn neus hebben allemaal. Maar dan is je perceptie op het leven... Ja, kijk, ben je wel ja, opzichtig, man. Luister, als je tegen een gemiddelde Nederlander zegt... Mexicaan, ja, dit is toch zo'n man met zo'n sombrero. <lacht> <lacht> nee, maar dat is wel... Maar dat, is, dat is wel de dingen waar wij in leven. Sommige mensen willen niet Jeez. verder denken dan hun neus lang is. Ik ken ook genoeg gasten die zeggen... Ja, luister, dat is toch niet normaal daar in die Arabische landen. Ja, dat is natuurlijk niet normaal. Als je daar op straat loopt, gewoon half naakt. En worden gewoon doodgemaakt. Terwijl die mensen. Hun leven is letterlijk Waalwijk. En misschien één keer in hun leven naar Salau. Ze zijn er nooit fucking geweest. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is dus dat hypocriete. En het is ook wat mij opvalt: zijn mensen die vaak reizen zijn vaak ook wat, wat uh, slimmer. Klopt. Omdat meer ze meer objecten hebben gezien. Tuurlijk. Die, hebben, die zijn overal geweest, hebben ook respect voor bepaalde culturen, andere landen. Maar die snappen ook van. Maar het zijn juist die mensen die bekrompen. Die zijn. nooit ergens komen, de camping op de hoek. En dat heb je niet: heb je overal, ook bij Marokkanen, weet je. Verlaatste broer, de Duitse zal. Alleen naar Marokko hmm. geweest. En die weten alles te vertellen over Amerika. Zo heb je dat bij elke cultuur heb je dat gewoon. Je hebt gewoon mensen die gewoon wat meer ontwikkeld zijn. En Je hebt mensen die gewoon bekrompen zijn, uh, ook niet veel uit het leven proberen te halen. Altijd dezelfde routine's hebben, weet je? Niks, ja, niet het onderste uit de kan halen. Ja, daar heb je dan mee te maken. Ja, het brengt je ook niet verder, nee. Maar mensen zijn ook bang om uh, open te staan. Als ik een grap maak en die grap die raakt jou. Dan kan het ook betekenen dat jij iets hebt Precies. wat je niet verwerkt hebt. Precies. Snap je? Ja. Dus dat is, dan val je mij aan. Want dat is makkelijk hè. Mij aanvallen. Tuurlijk. Terwijl ik ben niet degene die jou voor kracht geslagen of wat dan ook heeft. Dat is die andere persoon ja. geweest. En je bent nooit bij een psycholoog of een psychiater geweest. Of je hebt ja. nooit gesprekken erover gevoerd. Ja. En als, je hebt het weggestopt. En als een komiek die er dan een grap over maakt. Dan komt die vier keer zo hard binnen. Ja. En dan ben ik degene die het gedaan heeft. Ja. Maar terwijl, ik ben niet degene. Ik, ik vertel er iets over. Ik raak alleen een gevoelige plek. En dat is interessant. Want jij bent op dat moment jij bent alleen maar de boodschapper. Ik had in mijn tweede voorstelling al een klein grapje... gewoon even tussendoor over transgenders. Dus toen uh, zei ik dat een hele goede vriend van mij... die is getransformeerd van uh, 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 man tot vrouw. Alleen ja, na een jaar was ze het zat en heeft ze heel erg spijt omdat ze uh, uh, 30% minder betaald krijgt, weet je wel. <laughs> dus dat was gewoon een serieus. Uh, ik maakte dat en sommige mensen gingen helemaal stuk, maar sommige. Oh, want er gebeurt te veel van op dat moment. Terwijl op dat moment ik ben geen grap aan het maken over of, of, of transgenders... of die belacher kan maken. Het is gewoon serieus een ding dat vrouwen 30% minder worden betaald. Dus dat, dat, is waar. dat is een soort van spiegel dat ze denken: wow shit, wat de fuck moet ik hiermee? En wat, heel veel mensen kiezen dan meteen de makkelijkste route. En dat is dan of boos op... Goh. Maar het is lekker om die spiegel voor te houden. Hè? Wat zei ik nou in het theater? Bij mijn laatste tour zeg ik... Uh, um, ja, we denken dat we allemaal zo tolerant zijn. We lachen om Arabische landen. van Saudi-Arabië, de vrouwen mochten daar in juni 2018 auto rijden. En uh, dan zeg ik ja, en in uh, juni 2017 mochten ze in. Uh, nee, in juni 2018 mochten ze auto rijden. En een jaar daarvoor mochten ze een rijbuis halen. Dus een jaartje mochten ze even een papiertje vasthouden. Ja, dat was leuk. Precies. Maar dat was ook echt zo. Ja. Ik zeg maar ja, en daar lachen wij als Nederland zijnde. Maar tot 14 juli 1956 had je in Nederland de wet handelingsonbekwaamheid. En dat geldt alleen voor getrouwde vrouwen. Dus als je boodschappen ging doen. Ja, ja dan moest je een briefje meenemen van jouw vent mevrouw u, u, uh, heb je een vent ja ja nou moest, moest hij tekenen dat jij het geld mag uitgeven niet te geloven jongen dat waren nog eens goede tijden zeg. <laughs> ja. en dan zie je die mensen en dan ook dezelfde reactie ja. maar ik zeg ja maar ik ben de boodschapper hè ik heb de wet niet bedacht precies Het is een wet die echt bestaat heeft. je ziet oude mensen ook ja ja knikken ja. ik zeg oh mevrouw wist ja wethandeling god voor getrouwde vrouwen zei ja. iemand nog ik zeg ja nou precies snap je dus je raakt een gevoelig punt. Tuurlijk. En dat, dat is wat wij comedians doen. Dat is, daarom is comedy zo belangrijk dat je het bespreekbaar maakt. En dat je erom kan lachen. Ik vind mooie comedy is als je iets vertelt wat waar is. Maar dat dat vooral komt in een, in een joke. Dat vind ik echt, daar hou ik gewoon van. Ja. Dat je moet lachen. Want er is niks ergens als dat iemand je uh, wat komt vertellen. Weet je, heel belerend met vingerwijzen van ik ben uh, goed en jullie zijn allemaal slecht en zo moet het. En ja. bla, bla, bla. Comedy gaat ook over vragen stellen. Weet je, hoe kan dit? Hoe kan dat? Ik vind dit wel apart. Waarom, als dit gebeurt, gebeurt dat? Ja. Ze zijn gewoon allemaal vragen die je gewoon stelt. En bijvoorbeeld, wat ik net al zei over die woke mensen. die dus geen tv hebben, maar wel alles wat op tv is, willen ze cancelen. Ja. Dat vind ik gewoon interessant. Van waar komt dat vandaan? Why? Door de pijn die ze ervaren van situaties. En daarom willen ze cancelen. Je zei net, uh, geen slachtofferrol. Althans, dat zei je niet. Maar daar kwam het een beetje op neer. Omdat je zelf ook grappen maakt. Je moet grappen overal over kunnen maken. Ja. Als ik het podium opkom, en ik heb natuurlijk voorouders gehad, slaven geweest. Dus ik kom het podium op en ik zie dan uh, een groep witte mensen zitten. Ik zeg dan zo. Een hoop witte mensen. Als je dezezelfde setting zou nemen. En je gaat 400 jaar terug, dan werd ik verkocht. Ja, dat was een veiling, inderdaad. was de veiling. <laughs> ja. En dan zie je mensen lachen. Oh, ik zeg ja, ik heb toch niet gelogen. Ja. Dat zijn toch feiten? Ja. En dan zie je mensen inderdaad kijken, en dat is het mooiste humor die er is. Als je mensen op bepaalde manier kan raken en dan zeg oh, zo heb ik het nooit over nagedacht. Komen ze naar de Precies. show naar je toe? Ja. ja, dat is gaaf. Ja. Zo heb ik heel veel mensen, Zwarte Piet bijvoorbeeld, vroeger heb ik het gevierd. En dan vind ik het gek als mensen dan zeggen: Ja, ik hebt vroeger het trokkevierd of niet, Steven? Ja. Ik zeg, ik was fucking vier. Ja, precies. Mag ik, ik mijn ik had niet vroeger veranderen. ook kauw van de grond? Uh, <laughs> <laughs> nu haal ik het fucking gewoon in de winkel. Dus hoezo? Kom op, man. Dat, dat, ook heel erg. dat is ook echt het ding dat mensen ervan uh, uitgaan dat je dan een perfecte persoon bent. Kijk, ik kan nu iets tegen jou zeggen en volgend jaar ben ik misschien weer gegroeid of veranderd. Of... En dan denk je er anders over. Ja, precies. Alsof dat niet kan. Dus zo heb ik een joke dus helemaal geschreven. En de joke dat ging over uh, Zwarte Piet. En um, achteraf kwamen die mensen naar me toe en die zeiden... Ja, Steven, zo heb ik er nooit naar gekeken. Ik zeg, het maakt niet uit of het tradities zijn. Hè? Maar ik zeg alleen, als de hele wereld naar Nederland kijkt... Ja. en de hele wereld zegt... Ah, ja, is zijn best vreemde tradities, man. Dan is het niet erg om even in de spiegel te kijken maar, Ja, misschien moeten we toch eventjes water ja. bij de wijn doen. Want vroeger was het normaal... Ja. Alleen tegenwoordig is het niet normaal, maar om, om daar een grap over te maken en het neer te leggen bij mensen, ja. dat mensen erover na gaan denken, dat is wel de mooiste humor voor mij. Ja. Dat het raakt Tuurlijk. en mensen toch zich af gaan vragen van, oké, okay, dus ja, Zwarte Piet is, is, is ja, het was, ik heb het vroeger ook gevierd, maar ik vind het nou toch wel, als je het zo zegt, vind ik het wel terecht. En ja. dan heb je ze. Ja. Ja, en het is, het is nogmaals weer een menselijk eigenschap. Hè? Je wil altijd je eigen straatjes schoonhouden. En dit, ja, Zwarte Piet is dus ook gewoon een heilig huisje. Snap je? Net zoals dat, dan zeg je, ja, je kan niks over islam zeggen. Nou, blijkbaar ook niet over Zwarte Piet, want je bent binnen no time een negerhoer. En ja. je wordt voor alles uitgemaakt. Snap <laughs> je wat ik bedoel? Klopt. Dus het gaat niet om of het een feestdag is, religie of wat dan ook. Het gaat erom, je komt aan iets van iemand. En mensen hebben het gevoel dat je iets komt afpakken. In plaats van dat je komt kijken van hé, hey, laten we even kijken wat hier echt aan de hand is en een oplossing zoeken. Want het is natuurlijk niet leuk. Ik, had ook, ik ging met alles om vroeger, maar ook Surinamese Antillanen. En ja, dat kwam wel eens voor dat, dat gewoon uh, kinderen gewoon zeiden: Mama, Zwarte Piet. Ja, dat is niet leuk voor zo'n persoon, snap je? Nee, maar dat, dat gevoel neerleggen bij iemand. Dat, dat, ja, dat, dat kind, dat betekent, in mijn theaterprogramma zei ik ook. Dat betekent dus dat het kind iets ziet wat heel erg veel lijkt op. Hetgeen wat jullie niet racistisch vinden. Ja. Dus De enige die helemaal eerlijk is hier is dat kind. Dus dan is het toch geen hoger wiskunde. Dus het is toch logisch als ja. een kind op straat wijst en die zegt: Mama, kijk, Zwart Piet. Dat betekent dus dat hij een zwarte Piet ziet lopen. Ja. Als je te vergelijken met wat op televisie is. Ja. En dan ga jij mij vertellen: ja, ze zijn niet hetzelfde. Nee, dus iets. Nee, dat... kom op. Ja. Dronken mensen en kinderen spreken de waarheid. Dat weten wij. Ja, precies. Dus zo moeilijk is het niet. <laughs> ja, dat is maar mooi het is het niet toe willen geven. Het is ook dat mensen zeggen: ja, ik ben geen racist. We zeggen ook niet dat je racist bent. Dat, dat, dat zeggen we niet. Nee. Nee, want ik denk niet dat mensen van nature racistisch zijn. Nee. Daar geloof ik ook helemaal niet in. Nee, dat denk ik ook niet. En dat, die titel moet je ook gewoon verdienen. Die krijg je niet zomaar, snap je? je kan niet, nee, maar je kan niet zomaar zeggen... ik ben racist of die persoon is racist. Nee, dat, dat, zo'n titel moet je gewoon verdienen. Dat moet je Kijk, Hitler, weten we, dat was gewoon een racist. Maar daar moet je een joke over maken. Ja, kan. Ik vind hem leuk. Anders doe ik het dan. Ja, doe jij het doe maar, jongen. Ik vind het leuk. En ja, maar zegt, het is wel zo, snap je? Ja, leuk. Dan ga ik al gelijk raad in mijn hoofd. Zo'n titel moet je wel verdienen. Ik vind, je kunt niet zomaar zeggen, ik ben racist. Ja, nee, maar het is zo. En, 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 en ja, weet je, we zijn gewoon... Vooral de mensen zijn heel makkelijk geneigd om iemand meteen weg te zetten. Omdat het dan creëer je dus... Het is allemaal eigenbelang. Omdat je dan rust in je hoofd creëert. Ja. Terwijl, ja, weet je, achter iedereen schuilt een verhaal, man. Dat maakt niet uit wie. Zo'n Johan Deksen ook, ja, die krijgt dan allemaal shit over zich heen. Maar mensen vergeten wel, hij heeft Nederland ooit wit gekend, hek, heel. Ja. Hij heeft Nederland wit gekend. Hij is opgegroeid in Gouda. Hij heeft zijn Gouda zien veranderen in een plek die hij helemaal niet herkent. Snap je? Ik liep langs Amsterdam-West. Ik zag een Nederlandse man. Doe toch pijn, weet je wel. Doe toch pijn. Ja. <laughs> maar, nee, maar snap je wat ik bedoel? <laughs> snap je wat ik bedoel, Steven? Mensen ja. vergeten ook context. Dus in plaats van <laughs> iemand af te straffen op een... Snap je? Als iemand met een reactie komt of met een, 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 een actie of wat dan ook, weet je? Dan, zij zijn niet de vraag. Zij zijn het antwoord. Dat is het eigenlijk. Dat zeg ik altijd. Mooi gezegd. Je... Dat is wel de waarheid. Ja, We zijn niet... snap je? je moet altijd kijken van... Waar, wat was de vraag? Omdat dit het antwoord is. Snap je wat ik bedoel? Dus uh, ja, je ziet van die hangjongeren op straat... Uh, die geen toekomstperspectief hebben en wat dan ook. Ja, tuurlijk gaan die op een gegeven moment de criminaliteit in. En dan zou je kunnen zeggen... Ja, maar uh, ik zou... Ja, maar dat is anders. Zelfs bij mensen in Afrika met van die hongerige buikers. Ja, maar ze kunnen toch ook gewoon werken? Snap ja, je wat die ik heb je ook, ja. Omdat wat mensen doen, ze zijn niet empathisch. Ze denken vanuit zichzelf. En dat is ook met onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde, geloof ik, dat is als twee personen elkaar respecteren en elkaar helpen in elkaars tekortkomingen. Maar in en... plaats van dat je zegt: ja, maar dat hoort de man zo te doen. Dan ben je heel erg aan het praten vanuit hoe jij vindt... en denkt dat een man hoort te zijn of een vrouw. Terwijl, als ik kijk, oh maar Steven... Steven kan niet tegen bepaalde geluiden... en die kan niet hier niet tegen. Ik en ga dan hou daar hou je rekening mee? Als je rekening met elkaar houdt, als het gaat om... Uh... Ja, maar daar heb je ook mensen zeggen... Ja, maar een je kunt ook te veel rekening houden met jongen. Ik heb toch al dit gedaan, dat gedaan. Het is gewoon niet genoeg, jongen. Ja, Tief maar een en op. Hier trekt de grens. Ja, maar ja, dat zijn... Pff. Nogmaals, mensen vergeten ook dat... iedere allochtoon die hier zit, zit hier niet... omdat ze lekker achteroverleunen. Die hebben in bijgedragen aan het opbouwen van het land van slavernij tot noem maar op wat niemand zit hier zomaar weet je. En Nederland is ook niet echt een land die uit zichzelf mensen gaat helpen, Dat is altijd een andertje onder het gras. <laughs> ja, maar dat is zo. Laat het daar ja. eerlijk over zijn. Ik dat bedoel, het heeft altijd waar. te maken met belangen. Ook die vluchtelingen die dan worden... Ja, we zijn natuurlijk veel te goed. Weet je de, hoeveel die mensen betaald krijgen daarvoor? Om een half jaar lang zo'n vluchteling op te vangen. Denk je als zij er niet voor betaald krijgen... dat ze daar zouden zitten? Hell fucking ja. no. Ja, ja, klopt. Dat is waar. Maar er zijn ook dingen die dan naar buiten moeten komen. Dat mensen weten... hoe. Zoals, zoals bijvoorbeeld op de uh, middelbare school... wordt er ook niks over slavernij verteld. Totaal niet. Dus dan moet je ook niet raar opkijken... dat als later... Als die persoon zelf achter dingen komt, dat die lichtelijk agressief wordt. Van waarom is mij dit nooit verteld? En ja. ik, dit weet ik niet. En dan, dan wordt hij weer als behandeld ergens. Dus je duwt iemand steeds verder. Alleen maar omdat je dingen ontkent. Dat is eigenlijk. Dat is eigenlijk comedy. Ja, oh, maar mensen weten helemaal niks over de Molukkers. Ook niet hoeveel jaar dat teruggaat. Dat gaat niet alleen vanaf, uh, snap je? 1940. Dit gaat verder terug, man. Dit gaat terug naar de Portugezen die op de Molukken zaten. De Nederlanders die ze hebben weggejaagd voor kruidnagel. Vervolgens wat. fucking je kruidnagel. Kruidnagel. Ja, maar op een gegeven moment had je dus zoveel kruidnagelbomen dat de Nederlanders hadden bedacht toen van weet je wat we doen? We steken die andere bossen steken we in de fik. Enige wat we laten staan is, is dat stukje waar wij toezicht op hebben, zodat wij de volledige monopolie hebben hebben, want zij waren bang dat die molukkers het achter hun rug om gingen verkopen. We hebben scherpe dingen gedaan, hoor. Ja, Als landje Nederland maar aan we hebben we Nederland gedaan, is verantwoordelijk voor heel veel dingen, mooie dingen. En moet je ook niet vergeten, snap nee, je? Klopt. Als je een berg, hoe ontstaan bergen ook door aardbevingen en shit? Weet je, je kan wel zeggen ja, maar dit en dat. Maar er zijn mooie. Ik bedoel die hele financiële markt. De eerste aandeel is VOC. Snap ik. Hoe het went of keert... Je vertelt de mooiste dingen, die vertellen ja. we wel in Nederland. Ja. Maar de slechtste dingen, die moet je ook vertellen, man. Het wordt onder het Tuurlijk. tapijt geveegd en die worden niet verteld, man. Um, een heel mooi voorbeeld vind ik het dubbel paspoort. He? Een van de afspraken, volgens mij was het toen koning die zei... Goed, je kunt ze krijgen, ja. maar ze houden in alle tijden hun paspoort. Ja. Maar dan gaan ze nou janken over een dubbel paspoort. Nee, de afspraak was kunnen Marokkanen krijgen, gaan het land opbouwen, maar ze houden het en ze blijven het alle tijden Maar dat Marokkaan. doet iedereen, Steven. Want de reden dat er in Afrika nu honger is en uh, op heel veel plekken en uh, dat er heel erg wordt geplunderd, komt niet alleen door die mensen met stropdasjes. Dat komt omdat onze eigen broeders uh, zeggen, pay mij maar, dan Zeker. wist je dat Shell had gewoon een eigen leger. Hoe zag die leger eruit? Er waren geen witte mensen, vriend. <laughs> nee, er waren geen witte mensen. Nee. nee, en wie kreeg betaald? De fucking regering. Ja. ja, dus die, al die mensen in Nigeria tot de dag van vandaag, die kunnen niet eens gebruik maken van hun eigen olie. Hebben geen schoon drinkwater. En zelfs alle gewassen en ook vissen en zo kunnen ze niet meer eten. Is allemaal giftig. Kinderen hebben kanker, klopt. mensen hebben kanker. En dat is niet omdat die mensen van uh, Shell met die stropdashes daar nee. heel veel geweld toe passen. Dat was wel een foutje van Shell overigens. Maar dat, wat, wat denk je van die slaven? Denk je dat alle slaven zijn verkocht? Nee, nee, er waren ook donkere mensen die daar. Uh, Heb ik ook verteld. Asantis en zo. Dat zat er allemaal tussen. Heb ik ook verteld, ja. Er waren ook donkere slaven. Ja. Marokkanen, alles. Iedereen heeft heeft slaven gehad, maar dan moet je alles vertellen, dat iedereen alles weet. Precies. Die beelden die er staan, open. Die open. Dan zul je later mensen krijgen die je meer uh, tot elkaar komen, omdat ze oh ja dit, ik heb ook dit, mijn voorouders hebben dit gedaan, dat het makkelijker is dat je erover praat. Maar later kinderen die boos worden of die die met een bepaald, we kennen allemaal zo'n gast die met een bepaalde haat zit als je bij de McDonald's zit en uh, ja. die die burger wat later besteld. Uh, dat de Antje dan zegt, zie je wat te doen? Zijn die witte mensen die het expres... Nee. nee? Ja. McDonald's kijkt niet naar jouw huidskleur. McDonald's ja. kijkt gewoon naar de kleur van je geld. Daar maakt er niks uit. Precies. Ik denk dat dat, dat de hele kaart en alles moet gewoon weg. Er is gewoon één kaart en dat is gewoon een excuuskaart. En sommigen trekken die op basis van kleur. Sommigen trekken die op basis van. Weet je wat, dat je van die gasten hebt? Ja, die, 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 die vluchtelingen die komen hier mijn werk afpakken. Op, op achterlijkheid. Oh, Dus jij zou dokter worden? Met je fucking scootmobiel naar je jij zou dok Die gast die komt hier en die gaat later jouw luien verschonen. Dus jij zou dokter worden. Snap je wat ik bedoel? Dus mensen proberen overal een excuus voor te verzinnen om uiteindelijk alles goed te praten waarom ze hun droom niet hebben verwezenlijkt. Of niet kunnen doen wat ze eigenlijk zouden willen doen. Het heeft denk ik uiteindelijk te maken met empathisch vermogen. Ook als, je, als jij empathisch vermogen is een vorm van intelligentie. Iedereen is altijd beetje bezig met die weetjes en die vragen en die kennis. Dat is bullshit. Voor mij is het. Wat jij net zegt, tot elkaar komen. Echte liefde, mensen die rekening met elkaar houden. Empathisch vermogen. Als ik zie dat jij je heel veel last ergens van ondervindt, dan ga ik alles doen. Om tot jou te komen en te begrijpen waar je echt last van hebt. terwijl ik het nooit heb meegemaakt. Ja. Empathisch. Maar dat is een vorm van intelligentie. Precies. die duidelijk niet iedereen beheerst. Ja, ja. En dat heeft ook te maken met comedy. Als je mij kent. en je gaat naar een comedy show. dan ga je later niet achter je laptop zitten. om iets te typen wat jij zo verschrikkelijk vond. Precies. Nee, want dan kun jij misschien ook in denken. hij is een komiek. hij is huisvader. hij is vader. hij heeft drie kinderen. hij zou nooit de intentie hebben om. Maar dat is een vorm van intelligentie. wat niet iedereen beheerst. En daar zit denk ik. Het probleem. Precies, de maar uitdaging. Maar daarom, als we dan op comedy terugkomen, dit is waar heel veel mensen gewoon niet mee bezig zijn. Ze zijn alleen maar bezig met, met, met de vraag oh. Fra uh, grap over verkrachting dit dat terwijl het antwoord is er is een reden weet je misschien heb je ooit het trauma gehad dat je hebt gezien ik weet ik was vroeger de meest lieve pure jongen ever nou niet Bij meer. Mij. Nee, maar ik, ik heb twee kanten maar nu is het vooral als je mij op podium zit is het eigenlijk gewoon teleurgesteld naar de wereld toe ja kijk hoe gaar de wereld is en ik ben alleen maar aan het vertellen wat ik allemaal zie en wat ik meemaak en weet je ik sta overal tussenin en, of, of of ik kijk vanuit buiten naar wat er aan de hand is en ik denk jongens er, er is eigenlijk helemaal niks aan de hand want, behalve dat er heel veel aan de hand is. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus je kijkt en je denkt, oh shit, waarom dit en waarom dat. Maar ja, dat, zo zijn wij mensen, man. Ik kan heel lang met jou blijven lullen, voel ik. Ja, man. Sowieso, Steven. Ja, weet je weet zo nou, Ja, het was echt. Ik, ik vond het fantastisch dat je er was, man. Ja, eens gelijk, man. Het was chill. Tof, ja, maar tof. dat het de een dag diep. later was, man. Hoe ging het diep? Hoe ging het diep? We hebben wat oppervlaktes. Dus. Ja. Maar uh, we hebben altijd goede gesprekken, man. Zowel ja, ja, ja. comedy en over, uh, over alles. Maar ik zeg ja. ook, jij bent, ik ken veel mensen uit de scene. Maar jij bent de enige van wie ik zeker... Jij bent echt die stand-up guy, man. Maar dat heeft te maken ook van... Je weet toch, van vroeger al. Je ja. bent die straatjopper. Je bent stand-up guy, man. Ik ga wel die kant op, man. Ga ik ook ja. wel doen. Nee, man. maar ik, uh, ik vond het in ieder geval heel leuk, uh, Steven. Ik vond het super, super leuk. Wil, ja. spreek je, maat. Dank je wel, Steven. Yo.